En hij is natuurlijk in staat om hier een snelle tijd neer te zetten. 14-7, we gaan er weer onder. Weer een snellere tussentijd. De snelste tussentijd er nu toe in de categorie nieuwelingen. In handen van Niels Bensink. Waar komt hij dan op uit? 33-2. Kijk, tijd toe hoor. Snelste tijd Niels Bensink. 33-1. Niels Bensink heeft de snelste tijd in handen. Maar we hebben nog één rap moment te gaan. Het is Bram van der Uden. Voor wie is? Uit Baren. Hij is zeker ook in staat om in de buurt te komen. Zo niet op die tijd van Niels Bensink misschien nog te gaan verbeteren. Maar het is wel een hele rappe tijd hoor. 33-1-3-7 dus. De tussentijd van Bram van Ruring. Waar komt hij op uit? 14-7-2-7. Dat scheelt volgens mij helemaal niks met Bensink. Het scheelt 14. Het is wel de snelste tussentijd tot nu toe. Bram van Ruring. Pakt hij hier dan de snelste tijd in de categorie nieuwelingen? 33-0-4-4. Bram van Ruring doet wat hij moest doen natuurlijk. De national champ. In de categorie nieuwelingen. Hij pakt de snelste.